Hoe open je een CSV-bestand in Excel? CSV staat voor Comma Separated Values. Vertaald een bestand waar de data gescheiden is door commas. Dit hoeven niet altijd commas te zijn. Het kunnen ook puntkommas zijn of een ander karakter. Hallo, ik ben Otto Ome. Welkom op mijn YouTube-kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube-kanaal komt, druk dan even op die abonneerknop en zet ook het belletje aan. Als je gewoon dubbel klikt op een CSV-bestand, dan opent Excel het CSV-bestand, maar de data is niet mooi gerangschikt in de Excel-rekenvakjes. Hoe open je nu dat CSV-bestand, zodat de data mooi in de vakjes staat? Wel, je opent natuurlijk Excel. Je opent een lege werkmap. Je gaat naar het menu Gegevens. Je selecteert Uit tekst /CSV. Je gaat naar je bestand. Je selecteert het bestand. Je klikt op Importeren. En je krijgt een voorbeeld hoe de layout eruit ziet. Indien niet oké, kan je nog een ander scheidingsteken selecteren, bijvoorbeeld puntkomma. Dit voorbeeld is oké. Klik op laden en je CSV-bestand wordt mooi binnengehaald als een echte Excel. Je saveert het bestand met de extensie XLSX. Abonneren, delen en reageren!